Het is echt koud en het wordt nog kouder. Min 10, min 12, min 13 heeft onze weerman Ruben daar straks verteld. Dus tijd voor, wat moet je doen om het warm te krijgen? Wel, er zijn heel wat middeltjes en Crioza Govaars die weet daar een beetje alles over. Goedemiddag, Crioza. Goedemiddag. Er zijn 101 middeltjes om je warm te maken. We gaan ze niet allemaal benoemen, maar we gaan wel een paar niet voor de hand liggende middeltjes wat toelichten. Ja. Onder andere, ik wist niet, maar een goede bloedsdoorstroming is heel belangrijk om het warm te krijgen. Eigenlijk is het nu zaak dat we dat als prioriteit stellen. Je moet zorgen dat het bloed goed gaat stromen, maar ook nog tegen een redelijk tempo. Ja, als je het koud hebt, dan stroomt dat bloed trager? Ja, dan stroomt het bloed trager en het heeft soms de neiging om niet in de kleinste bloedvaatjes te komen. En dat hebben we juist nodig voor die warmte te krijgen. Ja, waardoor je eigenlijk in je vingertoppen en op alle bepaalde plaatsen in je neus echt wel koud krijgt. Voilà, zo. Ja. Goed, laten we eens even over marjolein. Marjolein is een kruid. Ja, dat kunnen we natuurlijk gebruiken in de voeding. Ja. Dat wordt al veel gebruikt in de voeding, in de recepten voor worsten en stoofschotels. En het doet een beetje denken aan tijm eigenlijk. Ja. Daar lijkt het een beetje op. Ja, en wat doet het eigenlijk? Waarvoor zorgt het, marjolein? Het gaat ervoor zorgen dat je aders een beetje meer open gaan staan, waardoor dat bloed dus echt wat sneller gaat stromen. Ja. Dus buiten het feit dat je dat ook nog in je eten kunt doen, kun je dat de essentiële of etherische olie van marjolein gaan gebruiken in een bodylotion of een massagelotion. En dat gaat ervoor zorgen dat je spieren opwarmen. Dus dat helpt allemaal als je dan de marjolein bodyolie gebruikt, gaan je spieren daarvan open? Ja. Dus eigenlijk, dit gaat door je huid dringen en komt zo in je bloedbaan. Ja. En dat is dan ook een hele hulp. Hè? Ja. En je kan ook doen met geurlampjes te gebruiken bijvoorbeeld. Dus we kunnen dat gaan verdampen, maar omdat veel mensen dat eigenlijk vaak misdoen, heb ik een zin meegemaakt. Ja. Even op plaats maken, we kunnen laten zien hier, dat we dat mooi in beeld kunnen brengen. Zet dat maar neer. Dit is zo'n een geurlampje. Ja. Ja, dus het beste is dat je eigenlijk een geurlampje koopt met een kommetje of een schoteltje wat je kunt afnemen. Ja. Omdat met die kleine schoteltjes daar aan vast hebben de neiging om heel snel uit te drogen. Ja, ja. Dus dat is het beste. Je plaatst daar een kaarsje onder natuurlijk. Theelichtje in. En dan gaat je er water in doen. De meeste mensen hebben de neiging om olie erin te doen, puur. Maar dat gaat verbranden. Zoveel water, Ja, ik kan dat zelfs helemaal vol doen. Okay. Maar als je nu thuis zit je slim en dan gaat je dat vullen met warm water. Ja. En dan is dat effect veel sneller en veel groter. Goed. En wat doe je nu bij een paar druppeltjes? 2, 3 druppeltjes? Ja. Marjolein. Marjolein. En die kan je zo kopen in zulke geconcentreerde flesjes, hè? De beste plaatsen zijn biowinkels of aromatherapeuten. Dan weet je dat je heel goede kwaliteit hebt. Ja. En wat gaat er nu gebeuren eigenlijk? Als dat opgewarmd is en die geur verspreidt hier? Ja, als het opgewarmd wordt, wij gaan dat inademen. Dat gaat eigenlijk, dat is de enige plaats in ons lichaam waar dat rechtstreeks naar de longen gaat. Ja. Dus je ademt dat in. Dat gaat naar je sympathisch systeem, heet dat. En dat sympathisch systeem, daar zitten de gevoelens en de herinneringen opgeslagen. Ja. Daarom dat je dat ook kunt hebben, dat je ergens voorbij komt en je ruikt een lekkere appeltaart. Ja. Je moet aan oma denken. Ja, inderdaad. Dus dan leg je de link. De link. Plus, je gaat dat natuurlijk ook inademen. Je longen worden er vol van en dat gaat door die bloedvaatjes van de longen. Daarom kan aromatherapie helpen door alleen in te ademen. Oké, fantastisch. Marjolein, we onthouden dat en inmiddels begint het hier al heel goed te ruiken. Het ziet er al beter uit ook een beetje. Laat iets anders doen, wat heel opvalt is zwarte peper. Ja. Dat het ook goed is tegen de kou. Dat heb ik nooit gehoord. Nu, nochtans, als je je maaltijden goed gaat kruiden met zwarte peper, dan gaat je het zelf wel voelen dat je er heel warm van krijgt. Ja, inderdaad. Ja. Dat is eigenlijk ook een heel afdoend middel, fysiek. En emotioneel als je het koud hebt. Ja. Ook mensen die het emotioneel koud hebben, kunnen door het verdampen van zwarte peper terug warm krijgen. En dat is geweldig. En is dat vooral gebruiken op etenswaren of etende peper? Of hoe kan je het nog gebruiken? Ja. Dus het gemakkelijkste is, je kunt dat krijgen in iedere supermarkt, zwarte peperbolletjes. Ja. Zelfs in van die voorgevormde molentjes, want we worden allemaal wat luier. Ja. Dat is dus de gemakkelijkste manier. Ja. Je kan ook de etherische olie daarvan kopen en weer kan je dat toevoegen in een massageolie of een bodylotion. Hetzelfde als dit hier eigenlijk. En dan is het heel goed voor artritis en zo van die dingen, omdat het daar ook gaat verwarmen. Straf, wist ik niet. Zeg, wat je ook wil over hebben is gember. Gember is een knol eigenlijk. Ja, dat wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. In de keuken gebruikt, hè? In de keuken. Ja. En waarvoor is gember goed? Gember is eigenlijk ook verwarmend. En dat is juist zo plezant, want dat werkt ook heel goed bij kou en griep. Ja. Dus je kunt echt experimenteren. Ook, je vindt genoeg recepten van stoofschoteltjes en soepen tegenwoordig daarvan. Ja. Maar het is eigenlijk ook heel goed bij zwangerschapsmisselijkheid.
Ja, ik dacht al vandaag dat ik misschien Cindy ging zien. Ja, Cindy, ja, maar die is nog niet zwanger, hè? Die gaat alleen maar trouwen. Ja, maar die heeft toch al plannen. Dus ik dacht, dat is misschien een tip. Hè? Dat is misschien een tip. Ze heeft nog geen problemen, nee. Gender is ook heel goed bij mensen die eetlustproblemen hebben of die een zware maag hebben, het geraakt niet goed verteerd, of darmgassen. Daar is dat ook heel goed bij. Ja, en hoe moet je dat doen? Want zo gember eten is afschuwelijk. Hè? Ja, ik vind dat ook niet te doen. Dus hoe pas ik het toe? Ja? Ik pak olijfolie. Ja? En daar ga ik dan van mijn essentiële olie van gember, naar gelang uw goesting, doet je daar een paar druppels in. In de olijfolie. En dan de olijfolie gewoon gebruiken om bij bakken en andere dingen te doen. Ik vind 2 druppels al meer dan genoeg. Ja? Dit is eigenlijk ook leuk als je zo'n origineel cadeautje zeker wilt weten, geven. Ja, absoluut. Dat heb je snel gemaakt. En dan, ik gebruik er hier een paar koffielepels van om een receptje te maken met scampi's met gember en zoete sinaas. Dus die ga ik marineren in sojasaus, in sherry. Dat moet er ook een beetje bij zijn. Ja. En dan 2 eetlepels van dit. Ja. En het sap van 1 appelsien. En die ga ik zo een paar uur marineren. En daarna ga ik die gewoon roerbakken. Ja. Dus het is eigenlijk super makkelijk. Goed, marjolein, zwarte peper en gember. Het is allemaal goed tegen de kou. En Creosa, we mogen dankzij jou ook een pakketje weggeven. 3 hartverwarmende pakketjes. Mm-hmm. Wat zit erin? Een crème voor winterhanden, heb ik begrepen? Een crème voor winterhanden. Ja. Een crème voor verzorging van de handen voor droge huid en kloven. Ja. Dan zit er een lippenbalsem en dan een pot honing om de weerstand te verhogen. Ja. En dan een kortingsbon om te komen leren koken met essentiële olie. Bij jou, bij Creosa. Ja. Oké, goed. En als je het wil winnen, even naar onze site gaan, tvl.be. Want we mogen inderdaad 3 van die pakketjes weggeven. En als je dus niet meer geen kou wil hebben, gedaan met de kou deze winter, dan moet je zeker de trucjes toepassen. En op creosa.be vind je nog alle informatie. Dank je heel hartelijk voor deze toepassingen. En ik voel het hier al, ik krijg het er warm van. Maar misschien had het ook wel te maken dat we straks nog gaan hebben over bier, Haspengouwse Trippel, en ook over koffie. En Maurice Engelen is al 25 jaar lang het boegbeeld van Praga Kaan. En dat is muziek waar je het ook warm van krijgt. Tot zo.